Het ministerie van Defensie zal een multidisciplinaire rol vervullen bij de controle op het naleven van de COVID-19 maatregelen. Minister Krishna Mathura zegt dat er extra controleposten geplaatst zullen worden in zowel het oosten als het westen van het land. Verder zal de samenwerking met de politie geïntensiveerd worden. Defensie zal al haar ten dienste staande middelen ter beschikking stellen om een bijdrage te leveren aan deze nationale COVID-19 kwestie. Wat Defensie betreft gaat het om alle soorten materiaal. Veldbedden, tenten, mensen, schoonmaakmiddelen, transport, ambulances. En op dit moment zijn we ook bezig, en het is een beslissing die we vandaag hebben genomen, om te kijken hoeveel mensen we bij de geneeskundige troepen hebben, hospicen. Of we die bereid kunnen vinden en hoeveel we hebben en of we dat ook kunnen laten trainen en ter beschikking stellen van volksgezondheid. Dit is een nationale zaak en alles wat we hebben zullen we ter beschikking stellen, want dit is voor ons prioriteit nummer 1 op dit moment. En als het er niet is, dan zullen we dat ook aanvragen en er is bereidheid bij de regering wat dat betreft om te kijken waar we middelen vrij kunnen krijgen om sommige dingen aan te schaffen. Minister Mathura erkent dat de grenscontrole niet is wat het wezen moet. Het ministerie zal hierin verandering brengen. Ze benadrukt dat mensen nog steeds ongecontroleerd de rivier overgaan. Wat we proberen is, vandaag is er een bespreking geweest met de Franse collega's om te kijken hoe we samen kunnen werken om dat beter te kunnen doen, de grenscontrole. Ten tweede heb ik donderdag heb ik een meeting met al de commandanten Oosten-Westen om te kijken hoe we dat kunnen verscherpen en meer posten. Ik heb u al aangegeven dat we op dit moment 5 posten hebben langs de Marowijnenrivier. Die posten zijn allemaal versterkt, maar we gaan nog meer posten moeten creëren. En het derde is, ik denk dat we de voorlichting in die gebieden moeten versterken, verhogen, zodat we mensen bewust maken dat gaan en komen en dat familieleden die mensen opvangen en faciliteren ook een risico betekent voor de eigen mensen en dat ze dat niet moeten doen. Minister Krishna Mathura van Defensie. Zij sprak gisteren op de COVID-19 persconferentie.